Hallo, welkom bij de bespreking van een opgave van de examens van 2022, tijdvak 3. Opgave is de eerste opgave van het examen, gaat over de schakeling van LED's, light emitter diodes, oftewel een diode die licht geeft. Goed, eerst eventjes de tekst natuurlijk. Tekst altijd even goed doornemen en het belangrijkste in deze tekst is vooral deze. Namelijk dat de weerstand in serie staat met de LED. En gevraagd wordt om de verbindingen te geven op de uitwerkbijlage. Dus even de uitwerkbijlage erbij. Kijk deze. En in de tekst staat dus weerstand in serie met de LED. Dus dat is het eerste wat je doet. Je gaat de LED in serie zetten met de weerstand. Dus een verbindingsstreepje tussen de LED en de weerstand. De LED die kan maar in één richting de stroom doorlaten. Hij heeft een sperrichting en een doorlaatrichting. En je kunt het beschouwen, hè, je ziet er hier in feite een trechtertje. Ja, en goed, hè, stel je voor je zou water doorheen doen. Hè, dan kun je met een trechter ga je natuurlijk het water altijd van deze kant, huppakee, doorheen laten gaan. En dat is dan ook de doorlaatrichting van zo'n LED. Het gaat van boven naar beneden, althans wel zoals je hier getekend is. Betekent dus dat de stroom gaat per definitie altijd van plus naar min. Dus je verbindt de pluskant van de voeding met de bovenkant van de LED. Meestal ga ik altijd eerst eventjes zonder meters tekenen. Dus ik maak eerst even een stroomkring, een gesloten stroomkring, zodat dus nu een stroom kan lopen door de LED en door de weerstand heen. Nou, dan de spanning. Ja, je zegt altijd spanning staat over iets heen. Dus hè, in dit geval hier staat de spanning over de LED moet worden gemeten. Betekent dus dat je de spanningsmeter er ook overheen moet plaatsen. Dus op deze wijze. Hè. Je kunt ook zeggen van hij staat parallel aan de LED. Een amperemeter meet de stroom en stroom gaat door iets heen. Hè, gevraagd wordt ook de stroomsterkte door de LED. Nu is het zo hier natuurlijk dat hè, de LED en de weerstand, die staan gewoon in serie. Betekent dus hè, dat de stroomsterkte overal gelijk is. Dus maakt hier in principe niet al te veel uit. Ik heb de amperemeter in daar, hè, de stroomkring onderbroken. En daar zet ik de amperemeter tussen. Dus de amperemeter zit in de stroomkring. Je kunt ook zeggen, de amperemeter staat in serie met de LED en met de weerstand. He, als je dus de stroom hier nu zou bekijken, dan zie je dus inderdaad dat de stroom he, op deze manier er doorheen gaat. Goed, punten die je hiervoor krijgt. Eén punt, dat je dus een gesloten stroomkring hebt gedaan, waarbij de stroommeter, de LED en de weerstand in serie staan. Ja, de spanningsmeter moet over de LED staan, dus parallel eraan. Ja, en de LED moet in de juiste richting zijn aangesloten op de spanningsbron. We gaan verder met de volgende vraag met de LED's. Goed, het UI-diagram moest worden gemeten en hier staat het resultaat. Hier staan een aantal gegevens in het tekst. En het eerste wat je moet doen is altijd eventjes de gegevens opschrijven. Dus ik heb hier dat er 10 mA door de LED heen gaat. Per seconde komen dus, en de LED geeft licht. Licht bestaat uit fotonen. En hier staat per seconde komt er 4,2 keer 10 tot de macht 16 fotonen vrij. En de golflengte van die fotoon is 645 nanometer. Nou, hè. Je kunt het eventjes natuurlijk op het examen een arceerstift en dan kun je het arceren. Ik zou het wel aanraden om het ook tegelijk op te schrijven. Want je moet toch die gegevens één keer op papier hebben. Dus dan heb je dat meteen ook maar. Nou, wat is hiervoor belangrijk? De golflengte. Want een golflengte in combinatie met een foton moet je altijd even nadenken van oh, dan weet ik ook de energie van zo'n foton. He, want he, ik heb het hier al neergezet. Energie is H keer F. En heel vaak wordt het ook geschreven als H keer en dan voor F C gedeeld door lambda. He, dat is in feite ook met trilling golf. Frequentie is snelheid gedeeld door golflengte. En ja, met licht heb ik natuurlijk voor de golflengte, voor de snelheid, sorry, de lichtsnelheid, vandaar C gedeeld door lambda.
Goed, dus die heb je in ieder geval eventjes netjes onder elkaar. En gevraagd wordt, nu bepaal het rendement waarmee de LED bij deze stroomsterkte elektrische energie omzet in lichtenergie. Hè? Want er gaat elektrische energie, er gaat de stroom doorheen en daardoor geeft de LED licht. Nou, rendement is altijd nuttig gedeeld door totaal. Ja, en nuttig in dit geval is natuurlijk het licht. En totaal is de elektrische energie die er doorheen wordt gestuurd. Nou, rendement wordt dus gevraagd en er staat bepaal. Nou, en bepaal betekent van, hey, ik moet iets aflezen. Nou, wat moet je hier aflezen? Je hebt een UI-diagram en gegeven is de stroomsterkte 10 mA. Dus als ik dat er eventjes bij doe, hè, dan weet ik ook meteen van, hey, de spanning dus over de LED, die is op dat moment 1,8 volt. Ja, dus die kan ik ook bij mijn gegevens neerzetten. Gevraagd. Het rendement, maar in twee significante cijfers. Let goed op, hè, als er wordt gevraagd iets in een bepaald aantal significante cijfers, dan moet het ook exact in het aantal significante cijfers zijn wat wordt aangegeven. Daar komen we zo meteen natuurlijk in het eindantwoord op terug. Goed, rendement is nuttig gedeeld totaal. En hier, je ziet wat ik heb gedaan. Hè, het nuttige heb ik de energie gedaan en dan moet je natuurlijk ook het totaal de energie doen. We gaan eerst eventjes naar het nuttige deel kijken, dus naar het licht. Nou, energie. Ja, ik weet, voor energie kan ik voor een foton berekenen met wat ik zo net in mijn gedachtenbolletje had gedaan. H keer C gedeeld lambda. H, constante van Planck. Binas, tabel 7. C, de lichtsnelheid. Binas tabel 7, daar staat natuurlijk het behoorlijk nauwkeurig in. Er staat 2,998 nog wat, geloof ik, keer 10 tot de macht 8. Maar let op, hè, je moet hier twee cijfers significant doen. En als je de lichtsnelheid dus in drie cijfers significant zou doen, dan zou het nog steeds op 3,00 komen. Dus je kunt hier gerust voor de lichtsnelheid altijd 3,0 keer 10 tot de macht 8. Pas als je met vier cijfers significant zou werken, dan moet je inderdaad echt de exacte waarde doen uit BINAS. En golflengte 645 nano moet natuurlijk in meters, vandaar keer 10 tot de macht min 9. En op dit moment heb ik dus dan de energie van één foton, maar ik heb dus veel meer fotonen per seconde. Dus doe ik nog een keer 4,2 keer 10 tot de macht 16 en heb dus de totale energie die het licht heeft per seconde. Dat is dus 1,3 keer 10 tot de macht 2 en dat vul ik in. Moet ik de totale energie nog hebben? Nou, totale energie wel natuurlijk hier per seconde. Je kunt energie altijd berekenen met P keer T. Nou, voor energie, voor het vermogen P, hè, bij het energie, elektrische energie, is P is U keer I. En U weet ik, heb ik afgelezen. I weet ik, is gegeven. En T, ja, ik wil per seconde hebben. Dus dan kom ik op 1,8 keer 10 tot de macht min 2. Dat vul ik in. En dan kom ik tenslotte op 0,72 of 72%. En hè, hier heb ik dus weer rekening gehouden met de twee significante cijfers die gevraagd werd. 4 punten kon je hiermee krijgen. En die 4 punten, hè, zijn de eerste 3, is puur gebruik van formules. Het opgebruik van formules is niet alleen het opschrijven van de formule, maar ook minimaal 1 relevant ding opschrijven ervan. Ja, dus E is H, C gedeeld lambda. Als je dus of H of C of lambda hebt ingevuld, dan is dat al genoeg voor het punt hiervoor. En natuurlijk completeer inclusief significantie. We gaan even verder naar de volgende vraag hierbij. En dat is dat ze het uitbreiden met 2 extra LED's. En ze gaan een rood, groen en een blauwe LED doen om zo een indruk te krijgen dat het wit licht geeft. Wat zijn de gegevens hier weer? Natuurlijk de 9 volt spanningsbron. Dan door de LED gaat er 10 mA. En dat zijn in feite de gegevens die erbij staan. Dus eventjes bij elkaar.
He, u en i is gegeven en de vraag hierbij is: bepaal de grootte die de weerstand R moet hebben zodat ze hieraan voldaan. En ook hier weer twee significante cijfers. Nou, je ziet alweer staan bepaal, dus je weet van, oh, ik moet weer iets aflezen. Nou, hebben we vorige keer ook gedaan. Je hebt hier een I-U-diagram, maar let op, U is 9 volt, maar dat is wel van de batterij, hè? Niet meteen gerelateerd aan de LED. He, je hebt hier dat je de stroomsterkte is 10 mA, dus als ik dat eventjes zo aflees, dan kan ik dus per LED zien van, goh, wat is de spanning van de LED bij de 10 mA. Dus ik heb hier dus halve 9 en 10 mA ook meteen de spanning over iedere LED apart. En gevraagd wordt de weerstand. Nou, weerstand, hè, als er niet specifiek iets staat over dat er koper is of zoiets, dan kun je weerstand eigenlijk altijd wel berekenen met de wet van Ohm. Dus R is U gedeeld door I. Let op, dan natuurlijk wel de spanning over de weerstand. Dus hè, die U hier, dat is geen 9 volt. Nee, want gevraagd wordt deze weerstand. Dus dan moet ik ook de spanning hebben alleen over deze weerstand. En dat is dus 9 volt, niet geen 9 volt, want 9 volt die wordt over al deze componenten verspreid. Nou, dat is mooi zo, want ik weet van al die componenten wel de spanning. Ja? Over rood staat 1,8, groen 2,6 en blauw 2,8. En het totaal moet 9 volt zijn, dus dan weet je ook van, goh, dan betekent dus dat over R nog 1,8 moet staan, want dan heb ik samen 9 volt. Nou, nu weet ik het wel, want I, 10 mA, het staat in serie, dus de stroomsterkte is overal gelijk. Kortom, invullen, uitrekenen en natuurlijk wel, let op, hè, twee cijfers significant, dus geen 180, maar 1,8 keer 10 tot de macht 2 ohm. Ook natuurlijk de eenheid niet vergeten. Wel, vier punten. Gebruik van spanningsregel voor serieschakelaar. Dat betekent dus dat je hebt gebruik gemaakt van dat de spanningen bij elkaar opgeteld over de LEDs, ja, dat je die kunt gebruiken om tenslotte de spanning te berekenen over de weerstand zelf. Aflezen van de spanningen, weer hè, hier aflezen krijg je punten voor. Gebruik van de formule R is U gedeeld door I. En tenslotte completeren inclusief significantie. Het witte licht wat van de drie LEDs afkomt, althans hè, die combi, dat kan wat blauwachtig voorkomen. En dat komt omdat de blauwe LED dus te veel blauw licht geeft. En ze wilden dit veranderen door de stroomsterkte door de blauwe LED te verminderen, terwijl de stroomsterkte door rood en groen wel evenveel moet blijven. En ze doen dat door twee weerstanden aan te brengen. En de vraag hier is van, teken in deze figuur die twee weerstanden. Nou, kijk, de stroom die gaat dus op deze wijze door de schakeling heen. Nou, en dan normaal is natuurlijk de stroom door alle drie de LEDs gelijk. Maar nu krijg je dus dat de stroom door rood en groen gelijk moet wezen. Maar in rood moet hij in blauw moet hij minder wezen. Dus de stroom gaat door blauw, maar een deel van de stroom zal ook eromheen moeten. En dat is dus waar je weerstand moet plaatsen. Je moet een weerstand plaatsen over blauw heen. Maar als ik een weerstand over blauw heen plaats, ja, een parallelle weerstand, betekent dus dat de totale weerstand van deze combi, die wordt kleiner. Als dus deze weerstand hier kleiner wordt, betekent dus dat de stroom, die eerst gewoon zo liep, ja, ook groter wordt. Ja, want dit stukje is makkelijker. Maar de stroom door rood en groen moet wel gelijk blijven aan wat het was. Betekent dus dat als hier de weerstand dus iets kleiner wordt geworden, betekent dat er een weerstand moet worden ingeplant, waardoor dus de stroom weer wat naar beneden gaat. En dat is dus op deze wijze. Nou, op deze wijze krijg je dus dat je hierdoor de stroomsterkte voor een deel niet door blauw laat gaan. En deze zorgt ervoor dus dat de stroomsterkte, die toename, die komt
omdat je hier dus een parallel hebt gedaan, dat die weer in mindering kan worden gebracht. Twee punten, ja, en natuurlijk voor iedere weerstand één punt. Dus één weerstand parallel één punt en één weerstand in serie één punt. En dat was het alweer. De eerste opdracht heb je gedaan. Examen bestaat uit 5 opgaven ongeveer, soms 6. Wil je nog meer opgaven doen? Klik eventjes en dan krijg je een overzicht van alles. Maar let op, hè. Rustig aan. Je kunt beter uitgerust aan examen beginnen dan uitgeblust. Ik zou zeggen van succes bij de examens en tot een volgende keer.